Welkom bij KVK TV. Ik hoor het u zeggen, de Kamer van Koophandel, is dat niet die instantie waar ik me voor moet aanmelden en dat ik elk jaar moet betalen? Ik vraag het aan Peter Ewals van de Kamer van Koophandel. Klopt dat nou? Ja, dat klopt. Maar daarvoor krijgen de ondernemers wel waar voor hun geld. Ik zou zeggen, kijk met me mee naar de activiteit van de Kamer van Koophandel in de regio en oordeel daarna zelf. Peter, wat gaan we doen? We gaan zo meteen naar Fons Geurts. Dat is een ondernemer van het bedrijf GPI in Loping. Waarom? We hebben een werkbezoek georganiseerd in de regio. Daar heeft Fons Geurts met zijn bedrijf aan meegedaan. Het is een werkbezoek van raadsleden, voorraadsleden en ondernemers in de regio. Oké, maar met welk doel? Ja, er is een enorme kloof tussen de denk- en leefstijl van de raadsleden en die van ondernemers. En die kloof, die willen we dichten met dit werkbezoek. Nou, laten we eens gaan kijken bij de heer Geurts hoe dit voor hem werkt. Ik ben inmiddels aanbeland samen met Peter van de Kamer van Koophandel bij Fons Geurts, directeur van GPI in Lopik. En dat is een bouwer van roestvrij stalen tanks. Fons, wat vind je van de initiatieven van de Kamer van Koophandel? Een zeer goed initiatief. Ik denk dat het heel goed is dat de plaatselijke politiek zich inleeft in de ondernemers van Lopik. Zozeer ook bij ons bedrijf. Wij kunnen uitleggen aan de desbetreffende mensen wat ons beweegt, waar we naartoe willen. En hun zouden dat moeten gaan faciliteren natuurlijk in de toekomst. En wat hebben deze werkbezoeken nou daadwerkelijk opgeleverd? Uitbreiding met name. En dat betekent dus ook dat de werkgelegenheid daarbij gemoeid is. Dat daar groei in de regio voor ontstaat. Begrip voor situaties. Dus qua infrastructuur op het bedrijventerrein. Meedenken met ons qua groei. En dat zal het allemaal kunnen dienen. Ja. En kun je misschien aangeven wat het belang is eigenlijk van jouw bedrijf voor deze regio? Nou, GPI heeft ongeveer 50 medewerkers. En daar is dan al meer dan de helft zijn woonachtig in de regio. Op een straal van minder dan 10 kilometer woonachtig. En dat biedt natuurlijk gewoon veel werkgelegenheid. Fons, je vergeet nog iets heel belangrijks. Je doet ook aan sponsoring in de gemeenschap. De voetbalclub en noem maar op. Dus dat is heel belangrijk. Want anders zou je niet kunnen draaien zonder jou. Dat is juist. Wij steken veel energie in het sociale maatschappelijk belang van onze regio. En door sponsoring krijgt men die klik. En dat brengt echt mensen bij elkaar. En zo ook voor ons bedrijf natuurlijk. Nou, ik wil eigenlijk wel even een kijkje nemen beneden. We staan in de productiehal van de tanks. Fons, kun je uitleggen wat de rol is van jouw bedrijf voor de lokale economie? Wij hebben gemeend om met partners te willen samenwerken die uit de regio kwamen. Je kan stellen dat bij wijze van spreken de isolatie en de dakplaten is door mijn buurman eigenlijk gemaakt. Het sanitaire of de installatietechniek in het hele pand is door een bedrijf 200 meter verderop geïnstalleerd. Uiteindelijk is alles door deze mensen met ons samengebouwd. En Fons, het is nogal een gebouw. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Het is zeker een geweldig gebouw. Het is 18 meter hoog en het voldoet helemaal aan onze wensen. En dat hebben we met name voor elkaar gekregen door met een goede samenspraak met de politiek en de Kamer van Koophandel dit rond te krijgen eigenlijk. Dus het is wel voor herhaling vatbaar? Nou, als wij natuurlijk weer initiatieven gaan tonen om te gaan bouwen en in contact moeten gaan, dan gaan we dat zeker doen. Peter, wat vond je ervan? Ja, goed hè. Een mooi voorbeeld van hoe we de ondernemers en de plaatselijke politiek bij elkaar brengen. Ja, dat was het zeker. Goed om te zien hoe de Kamer van Koophandel ondernemers verder kan helpen. Tot de volgende keer bij KVK 2.